Afgelopen donderdag in de Nationale Assemblée gaf meneer Mahinder Yogi aan dat er sprake is van huichelarij in de Nationale Assemblée als we het hebben over het grondrechtenvraagstuk. Meneer Melvin Bouva van de NDP ging daarop verder in en zegt van Mick Yogi liep me rustig. Wij voeren u terug naar dit moment in de Nationale Assemblée. Ik zit te luisteren hier, voorzitter. En soms erger ik me danig. Zeker wanneer ik de indruk heb, voorzitter, dat bepaalde mensen aan de overzijde de wet gebruiken om huichelarij uit te stralen, voorzitter. Voorzitter, en hier continu de vinger wordt gewezen naar de president, voorzitter. De vinger continu wordt gewezen naar de president, voorzitter. En dat er een relatie wordt gelegd, dat er beperkingen worden opgelegd, voorzitter, in vrije meningsuiting, voorzitter. In het stakingsrecht, voorzitter, in betogen, voorzitter. Voorzitter, laat mij u zeggen, wij zijn geen voorstanders van anarchie, voorzitter, en bandeloosheid. Maar voorzitter, de mensen die zich zo opstellen, aan die mensen wil ik vragen, voorzitter. Toen Cyril Daal werd doodgeschoten, voorzitter. Waar was de gedachte toen, voorzitter? Voorzitter, toen de zenders van de SRS uit de lucht werden gehaald, voorzitter. Waar was die gedachte, voorzitter? Voorzitter, toen radiostation Radhika in brand werd gestoken, voorzitter. Waar was die gedachte toen, voorzitter? Voorzitter, toen de heer Brambeer werd doodgeschoten. Waar was die gedachte toen? Voorzitter, toen de heer Slagveer werd doodgeschoten. Waar was die gedachte toen? Toen Radio ABC, voorzitter, plat werd gebrand. Waar was die gedachte toen? Voorzitter, begrijpt u waarom ik zeg dat het bij mij overkomt, voorzitter, als bepaalde mensen hier de wet gebruiken, voorzitter, om huichelarij uit te stralen, voorzitter. Voorzitter, dit is huichelarij van de heer Bouva. Lid Bouva. Kunt u persoonlijk weet anders omschrijven? Voorzitter, ik kan een punt van orde vragen. Ik kan persoonlijk weet vragen, voorzitter. Maar ik wil aandacht vragen, voorzitter, dat dit absoluut niet is waar het Surinaams volk, die Surinaamse samenleving, de inheemse, de in tribaal levende personen, volken, voorzitter, op zitten te wachten. En ik ben het ook niet meer rustig. Waar even man naar politiek, ik kan naar driedubbel politiek. Maar het ook kan niet naast me staan op dat punt. Maar wanneer wij van deze kant uit, voorzitter, een oproep doen dat wanneer ik heb geluisterd naar leden, mag ik rust in de zaal, leed joggie, mag ik rust. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblik. Oh yes man. Gebruik je verstand.